We zijn op de toekomst voor de terugwedstrijd in de tweede voorronde voor de Champions League poolfase. De wedstrijd tussen Ajax en het grote Arsenal uit Engeland. Na de wedstrijd van een week geleden waarin Ajax heel knap met 2-2 gelijk speelde. Na een dijk van een eerste helft en een hele moeizame tweede helft werd er toch nog zeer knap een 2-2 als eindresultaat uitgesleept. De vrouwen van Ajax waren het afgelopen weekend vrij, hadden geen competitieverplichtingen. Overigens begint Suzanne Bakker met hetzelfde elftal dat een week geleden ook aan de aftrap verscheen. Met dus in de spits wederom Romee Leuchter, die bij beide treffers betrokken was. De tweede maakte ze helemaal alleen. En achterin wederom de 17-jarige Isa Kardinaal. Hier Kately. Doren. Ertussen, spitsen, Verhoeven. Het is oppassen geblazen nu voor Ajax. Met Miedema. Meegeven Wienreuter. En die vindt het zij net. Belova. Ja. Geweldige paas. Grant. Oeh, kan niet profiteren van het feit dat Zinsberger zover uit haar doel is. Die komt dus goed weg. Maar graag ook even aandacht voor die geweldige paas van Belova. Makkelijk getrapt. Perfect aan de binnenkant van de back. En Grant denkt wellicht van ja. Vloeiende aanval van Arsenal. Blackstenius zit een beetje klem. Toch aan de bal gekomen. Blackstenius. Eerste kans voor Arsenal. Goed voor het vertrouwen ook van Lize Kop. Met dus ook een hoofdrol voor Miedema met twee goals. Hier Miedema los. En een puntertje. Little. Miedema. Door naar Ford. Nee, het is McCabe, excuus. Goeie gevaarlijke voorzet. Absoluut. Richting Blackstenius. Andries Jonker. En die zal toch ook met veel interesse de verrichtingen bekijken van Kardinaal. Die hier toch weer een beetje in de weg zit voor Blackstenius. Kan draaien, Kardinaal. Ziet de opening aan de linkerkant bij Verhoeven. Ja, paas op maat, de controle niet je van het. Little, de pas afgesneden door Belova. Oh, spits raakt Belova. Miedema krijgt dan wel ineens een kans. Omdat het uitverdedigen mislukt. Doren, goed tussendoor naar Belova. Verhoeven. Weerden, volgende station. Spitsen, ruimte ligt aan de rechterkant. Bij Grant, of kan spitsen uithalen. Moeizaam schot na wel een uitstekende aanval. Binnen een paar seconden vanuit de laatste linie. Tot aan de rand van het strafschopgebied. We hebben Mooi, die ook nog even in Amerika heeft gestudeerd tussendoor. En weer terug in Engeland. Weer kon aansluiten bij Arsenal. Hier is Miedema. Miedema! 1-0. 1-0 Arsenal, Vivian Miedema. Zij doet het. Hij tevreden. Jonas Eiderval, de bal snel gebroken in de tweede helft. Ford, Miedema kan overnemen. En dan krijgt zo'n bal op het gladde veld nog extra snelheid als je hem laag houdt.
scheert over de grasmat in de hoek waar Kop er niet meer bij kan. Die nummer 13 van Arsenal hier aan de bal. Welty laat zich wat vaker zakken tot in de verdediging. En kan zo gemakkelijker meehelpen opbouwen. Waar kan ik heen? Vraagt Ford zich af. Nou, naar Catley. Moet afrekenen met Grant. Nou, goede actie. Kop met een uitstekende redding, zeg. Weer op een schot van Vivianne Miedema. Ja, die mocht er zijn. En de actie van Miedema en de redding van Kop zit snel laag bij de grond. En voorkomt dus erger. Voorkomt dat Miedema opnieuw tot scoren komt. Goede redding dus van Lize Kop. Little. Instappen van Verhoeven. Dus doorgetikt naar Miet. Eerste paal is voor Miedema. Van der Most houdt tegen. Bal zou waarschijnlijk naast zijn gegaan. In de naastoot. Voort. Kop. Het is even alle hens aan dek achterin bij Ajax. In tweede instantie Voort nog. Bakker. Als wisselspeler. Die maakte in de beide wedstrijden in de eerste voorronde een goal. Oh, vrij gedaan zeg. Oh, daar is hij. Oh, daar is hij niet. Hoe bestaat het? En wat scheelt het, Hoekstra? Na echt een schitterende aanval. Oh, wat waren ze daar dichtbij zeg. Ja, terecht applaus, Noordam. En dan dit werk zeg van Leuchter. Vrij gedaan. Voorzet van Noordam. En Hoekstra komt net aan te kort. Ja, gewoonweg niet te geloven dat deze bal van zo dichtbij er nog niet in gaat. Hier komt Verhoeven. Voorzet is goed. Nee, net te kort voor Van der Most. En dan Pelova. En de volgende mogelijkheid. Kardinaal zegt tot hier en niet verder tegen Wienreuter. En dan Bakker. Maar ja, wat ze deed in die eerste ronde in beide wedstrijden doet ze nu dus niet. Arsenal kwam op voorsprong via Miedema. Matchwinner brengt Arsenal naar de poolfase van de Champions League. Daarna touwtjes laten vieren door de ploeg uit de Londen. Waarna Ajax dus die kansen kreeg. Dreiging, 3 keer op rij. En uit een van die situaties, die voorzet van Noordam en de kans van Hoekstra had de gelijkmaker gemaakt moeten worden. Maar dat lukte dus net niet. Dus Miedema, matchwinner. Uitgerekend Vivianne Miedema, hoe kan het ook anders? Waardoor Ajax, dat zich ook vanavond weer dapper heeft verweerd, een goede wedstrijd heeft gespeeld, het niet redt, niet de Champions League ingaat. En dat lukt dus wel voor de ploeg van Jonas Eidevall.